Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Werkgevers mogen niet zonder meer ontslaan of afvloeien. Oproep herdenking inschrijving op Werelderfgoedlijst UNESCO. Evaluatiegesprek met hoofdinspecteur van politie Humphrey Naden over COVID-19 maatregelen en COVID-19 tips. Suriname bevindt zich met de huidige situatie rond COVID-19 in een nieuwe fase. Uw eigen verantwoordelijkheid als Surinaamse burger zal in deze fase van de COVID-19-crisis een doorslaggevende rol spelen. Vandaag brengen wij u een fragment van de persconferentie van woensdag 24 juni, waarbij het ministerie van Arbeid ingaat op actuele vraagstukken. Indien een werknemer vindt van dat zijn of haar ontslag niet rechtvaardig geschiet, dan kan men altijd een klacht gaan indienen bij de arbeidsinspectie. En dan kan dat op de volgende nummers. Men kan dan een klacht indienen bij het juridisch bureau. Of men kan dat ook digitaal de klacht eigenlijk gaan deponeren. De e-mailadres waar men dan zo een klacht kan deponeren is covid.arbeid@gov.sr. En wanneer men dan ook wil gaan bellen naar de arbeidsinspectie, kan men dat doen op 411-301-47-1660 en 47-22-79. Als ik nu over kan gaan tot het indienen van werkvergunningen, dient dat nu uitsluitend digitaal te geschieden. En de aanvraag kan dan gemaild worden naar covid.arbeid@gov.sr. Dat is ook te vinden op de COVID-website. En al die informatie kan men ook terugvinden op de website van het ministerie van Arbeid. En er is ook een vraag, denk ik, voor de medische kosten. Dat is zonder meer geregeld bij voor degenen die geen CAO hebben, is dat geregeld bij de basiszorgverzekering dat de werkgever 50% en de werknemer 50% moet opbrengen voor de medische verzekering. En of men dan minder kan opbrengen, dat ligt eigenlijk ook aan wat er vooraf is afgestemd of wat is afgesloten bij de verzekering. Maar wat ik nu kan zeggen is over de vermindering van de verzekering, dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen. Toch dat men dat gaat verminderen. Want er is een minimale bedrag of minimale waaraan men verzekerd moet gaan worden. En indien men dat toch vindt dat men eigenlijk een klacht heeft of onterecht ontslagen is geworden of dat men vragen heeft omtrent hun rechten als werknemer, ook als werkgever, dan kan men altijd hun klacht gaan deponeren bij de arbeidsinspectie. En als het gaat nu om het verminderen van loon, was dat ook een van de vragen geweest. Ik nu, in deze periode is het heel verstandig om vaker in dialoog te treden met de werkgever. En dan, we zitten allemaal in deze situatie, dus er moet dan een begrip getoond worden vanuit de werkgever en de werknemer. En er zijn ook gevallen waar de werkgever niet in staat is om lonen uit te betalen voor, voor de komende maanden of de afgelopen maanden. En daar had de regering een voorziening getroffen waar dan zo'n werknemer een verzoek, een aanvraag kan indienen voor financiële bijstand bij de noodfonds. En vooralsnog kan ik nog wel zeggen dat er redelijk veel aanvragen zijn voor werknemers die geen loon kunnen ontvangen of voor werknemers die ontslagen zijn. En dan kan men in aanmerking komen voor een bedrag van 1500 SRD.
Suriname heeft zich op 29 juni 2002 ingeschreven om geplaatst te worden op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Dit jaar wordt deze activiteit herdacht op 29 juni 2020 met verschillende activiteiten. Wel, we staan hier midden in de Werelderfgoedsite, WHS, van de UNESCO. En we zijn er trots op dat we inderdaad binnen het cultuurbeleid ook in ruime mate aandacht hebben kunnen besteden aan deze prachtige realisatie. Hè. We hebben binnen het cultuurbeleid duidelijk vastgesteld dat we de Surinaamse cultuur op een hoger niveau moeten brengen. Dat we de wereld veel meer moeten laten weten hoe rijk we zijn. Wanneer we dat zeggen, moeten we dat ook duidelijk merkbaar neerzetten. En deze opportunity hebben we gehad. Deze kans hebben we benut, want elk land heeft deze opportunity, om de mooie gebieden die ze hebben, de gebieden die historische waarde hebben, veel historische waarde, om ze voor te dragen voor een plek op de werelderfgoedsite. Dus binnen het cultuurbeleid is er vanaf 2000 keihard gewerkt om inderdaad dit gebied, de binnenstad van Paramaribo, met het prachtig museum dat we hier hebben staan, de koloniale huizen en de koloniale panden die goed bewaard zijn gebleven. We hebben de kans benut om dit gebied in Paramaribo, midden in de stad, om het genomineerd te krijgen en geplaatst te krijgen op de Werelderfgoedsite. En zo zijn er meerdere sites in ons land. Zo zijn er meerdere plekken in ons land, zo zijn er meerdere kunstwerken in ons land die we inderdaad kunnen voordragen. In het cultuurbeleid is het dus van belang dat je inderdaad niet alleen maar aandacht besteedt aan je eigen mensen bewust maken van hoe rijk en hoeveel mogelijkheden er zijn binnen de cultuur die wij allemaal beleven in Suriname. De historische binnenstad van Paramaribo is sinds 29 juni 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. En om geplaatst te worden op de Werelderfgoedlijst, daarvoor is de Outstanding Universal Value van zo'n site van belang. En met die Outstanding Universal Value betekent dus de uitzonderlijke universele waarde. En dat wil zeggen dat zo'n site van zodanige culturele waarde moet zijn dat het als het ware grensoverstijgend is en ook dat het betrekking heeft op de generaties die voor ons waren, de huidige generaties, maar ook toekomstige generaties. Dus het gaat om de universele waarde, niet alleen voor ons als een Suriname, maar ook voor de rest van de wereld. En gekozen is voor de historische stad van Paramaribo, historische binnenstad van Paramaribo, omdat we hier een hele unieke stad hebben. Deze stad stamt uit de 17e en 18e eeuw. En het is sindsdien, voor wat betreft het stratenpatroon, is het niet echt veranderd. Het is nagenoeg hetzelfde gebleven. Verder, we weten allemaal dat we een bijzondere architectuur hebben. En deze architectuur is ook bijzonder omdat het in Suriname alleen voorkomt. Het maakt ons uniek in de wereld. En dat komt omdat deze architectuur hier is ontstaan met Surinaamse materialen, met hout. In eerste instantie is plaatsing op de Werelderfgoedlijst een grote eer. Om als land met je erfgoed op die Werelderfgoedlijst te staan. Het heeft te maken met trots, nationale trots. Je bent trots op hetgeen je hebt. En jij moet dan als land zoveel mogelijk eruit gaan halen. Dus je moet die werelderfgoedstatus gebruiken om je land bekendheid te geven in de wereld. Hoofdinspecteur van politie Humphrey Naden gaat tijdens een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut in op de verleende diensten vanuit de politie in de huidige situatie.
Ondanks de COVID-19-situatie verleent de politie aangepast haar diensten. Merkwaardig is dat de Surinaamse bevolking langzamerhand de lockdown gehoorzaamt, die sinds 14 maart 2020 is ingegaan, inclusief de soft stage lockdown. Wat de reguliere diensten betreft, die gaan zo goed als normaal door. We hebben dan maar een acties of sporingen van verdachten. Je kan niet anders zijn, want als er een strafbaar feit is gepleegd, moet je optreden. En ten aanzien van die COVID-maatregelen, we doen nog steeds aan controle. Nu is de maatregel dat je vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend niet zomaar op straat mag zijn. Althans, als je op straat bent, moet je een briefje daarvoor hebben, een toestemmingsbrief moet je daarvoor hebben. Dus dat wordt ook nog steeds gecontroleerd door de politie. De politie gaat gericht in feite op straat om mensen die op straat worden aangetroffen, om na te gaan als ze dus wel toestemming hebben om op straat te zijn. Als we groepen jonge mannen bijvoorbeeld op straat aantreffen in groepjes en zo, dat ze worden aangesproken en aangezegd om dan huiswaarts te keren. In elk geval dat ze niet op of langs de openbare weg mogen zijn. En natuurlijk letten we ook op 5 of meer personen, toch? Als je met meer dan 5 personen bij elkaar bent, ook al zou je toestemming hebben om op straat te zijn, wordt ook erop gewezen dus dat de COVID-maatregel aangeeft dat niet meer dan 5 personen bij elkaar mogen zijn. Dus dat wordt ook door de politie aan de mensen gehouden. Ik ben blij te kunnen zeggen dus dat als het goed is, in elk geval het leeuwendeel, als ik het goed heb, 5 gevallen waarbij mijn collega's inderdaad waren getest positief. Ze maken het goed, ik denk dat een aantal van ze al thuis zijn als zij ontslagen. Maar de korpsleiding had toen de maatregel getroffen om alle politieambtenaren die zeg maar in contact worden gekomen met die collega's of die naar gebieden waren gegaan tijdens de verkiezingen waar gevallen van COVID vastgesteld zijn, dat die collega's dan 14 dagen in thuisquarantaine moesten blijven. En dat ging om iets meer dan 100 politieambtenaren. Maar gelukkig, ze zijn niet besmet geraakt en ze zijn inmiddels weer begonnen met hun werk. Maar in de periode dat ze thuis waren, was het een grote aderlating voor de politie, waardoor bepaalde controlewerkzaamheden bijvoorbeeld niet of niet voldoende konden doen. Maar dat is nu gelukkig achter de rug. En ik heb onze afdeling DCIV, staat voor Dienst Criminele Informatieverzorging, gevraagd om wat data te geven. En ik heb data gevraagd vanaf 2018 tot en met de maand juni, zeg maar 24 juni vandaag, 2020. En ik zie de lockdown situaties zijn begonnen in de maand maart, hè. En dan zie ik dat bijvoorbeeld in de maand, vanaf de maand maart 2018 bijvoorbeeld, dat we in de maand maart aan gekwalificeerde diefstal moeten zien, diefstal bijna, weet je, diefstal in middel van braak, etc. Dan zien we dat we in maart 2018 hadden we 337 gevallen. In 2019, in de maand maart, hadden we 272 gevallen. En dit jaar hadden we 227 gevallen. Maar als je kijkt naar april, dan zie je in april 2018 hadden we 382 gevallen van gekwalificeerde diefstal. In 2019, april, hadden we 273. En in 2020 dit jaar hadden we 240. In mei hadden we in 2018 360 gevallen. In 2019 279 gevallen.
in dit jaar 188 gevallen. En we zien in juni hadden we in 2018 288 gevallen, 2019 309 gevallen en dit jaar 193 gevallen. Dus 11 was hier dus die daling. Laat dat zich houden aan de maatregelen die worden afgekondigd door onze staatshoofd na overleg met het COVID-management team. Men doet dat om ons te beschermen tegen dit virus. We hebben niet al, ik heb begrepen dat we niet vandaag al op 10 doden staan. Dat geeft al aan hoe serieus we deze zaak moeten nemen. Dat virus is heel besmettelijk en ook levensgevaarlijk in dit geval. Zeker al in 10 gevallen in Suriname. Dus mijn boodschap aan die samenleving, hou je aan die regels. Ga op straat met een mond- en neusbedekking. Hou die onderlinge afstand. Was je handen zoveel mogelijk. En hou rekening met anderen. Toch? Ga niet alleen maar om je eigen veiligheid. Ook om de veiligheid van anderen. Dus ik hoop dat men zich nog meer zal houden aan de regels dan men tot nu toe doet. En dan denk ik dat als we dat doen, dat we zeg maar heel snel in zodanig COVID-vrij zullen zijn in Suriname, dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Suriname heeft vandaag helaas de 10e COVID-19 doden genoteerd. Ook het aantal besmettingen blijft toenemen. Het is raadzaam dat wij op onze hoede blijven om zodoende de situatie zoveel als mogelijk te beheersen. Het virus maakt geen onderscheid tussen ras, kleur of politieke voorkeur. We zullen ons meer dan ooit verantwoordelijk moeten opstellen om zo onze eigen gezondheid en van onze naasten te waarborgen. Het is niet altijd even makkelijk om je strikt te houden aan de regels. Desondanks dienen wij ons te houden aan de hygiënemaatregelen en de social distance van 2 meter. Wees verantwoord en zorgvuldig. U bent niemand verantwoording schuldig, maar laten wij tenminste respect tonen voor de gezondheid van onszelf en onze medemens. De huidige situatie is voor een ieder minder prettig. Hier en daar zijn er stagnaties, frustraties en confrontaties. Wees desondanks geduldig. We moeten het samen doen om deze crisis te overwinnen. We moeten dit virus de kop indrukken en dus geen kans geven om ons te verslaan. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.